demonstreren. Maar dames en heren, ik zal jullie wat verklappen. Wat had ik graag voor die wet willen stemmen? Laat me dat even uitleggen. Jullie moeten het beste onderwijs krijgen. Zijn jullie daarmee eens? Wat heb je daarvoor nodig? Heb je daar goede leraren voor nodig? Wordt er bezuinigd door dit kabinet op leraren? Wordt er bezuinigd door dit kabinet op onderwijs? Dus dan is het onmogelijk om die 1040 uren norm, die ik jullie van harte gun, dat jullie zoveel les kunnen krijgen, dat die ook worden ingevuld. Dus dit kabinet maakt een slechte wet, niet zozeer vanwege de wet, maar omdat ze bezuinigt op onderwijs. En dat is een schande. Dus de mooie praatjes van de PVV en de VVD, die zijn niets waard als we het hebben over het feit dat jullie niet in de gangen moeten hangen en niet op het schoolplein moeten hangen. Ze zijn pas wat waard als jullie een goede onderwijzer hebben, een goede docent. Dan is het pas wat waard. Dames en heren, heel mooi dat jullie hier vandaag zijn. Vandaag is het Museumplein het Van Bijsterveld. Dankjewel. Goed, ik heb veel verhalen gehoord van politie. Volgens mij echt niet voor de...